houden, want ik heb het vermoeden wat erin zit, maar ik weet het niet helemaal. Dus mocht het niet goed zijn, mag je dat met mij ruilen. Kijk eens aan. Jacques zeggen, hartelijk dank voor deze spiegel. Er werd mij net gefluisterd, we hebben ook een dames- en heren toilet, maar dat vind ik een leuke grap. Kijk er eens in dan. Maar goed, misschien dat we een keer moeten uitbouwen hier, dat we wat meer muur nodig hebben om al die mooie dingen aan op te hangen. Bedankt voor de vriendelijke woorden. En ja, u bent ook voorzitter van een tafeltennisvereniging, niet alleen voorzitter van de Nederlandse Tafeltennisbond. U weet wat er zich voor problemen kunnen voordoen in de vereniging. En die problemen die hebben wij, die hebt u en die heeft iedereen. Inderdaad, het maken van een keuze. Welke kant wil je met je vereniging uit? Wil je naar topsport? Wil je die breedte sport? Of wil je alleen maar in het recreatieve blijven pingpongen? Nou, daar gaan we ook weer over praten. De komende algemene ledenvergadering. Het zijn moeilijke keuzes. Maar hoe dan ook, we hebben niet altijd gekozen. Maar wat gebleken is, is dat zowel een beetje topsport als recreatiesport en breedtesport kennelijk toch ook altijd wel samen kan gaan. En in die zin hebben we het 50 jaar volgehouden. En ik hoop dat deze vereniging het ook nog 50 jaar volhoudt. Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat de komende 50 jaar zeker moeilijker zullen worden dan de afgelopen 50 jaar. Maar ook daarvoor krijgen we weer een nieuwe kapitein op het schip binnenkort. En ik hoop dat hij met het bestuur en alle andere medewerkers in staat zal zijn om die vereniging over de 2000 heen te helpen en nog vele jaren daarna. Dank u wel en ik geef graag weer de microfoon over aan de mevrouw en de meneer van de muziek. En misschien zijn er nog mensen die ons willen feliciteren, dan zijn ze hier van harte welkom. Thank you.
Mag ik jullie even storen? Ja, dat mag. 50 keer. Jaar na de Sper. Ja, voor deze keer. Hè? Kun je zich nog herinneren dat jullie voor de eerste keer een gesprek bij mij thuis hebben gehad dat de Willemsen van de Smashers over zouden gaan naar Neve de Sper? In het herdenkingsboek wordt daarover geschreven. Wat is nou de reden geweest waarom dat de Willemsen naar Neve de Sper kwamen en niet naar, noem maar iets, Bekwik of... Eerlijk gezegd, Harry, dat gesprek kan ik me helemaal niet meer herinneren. Maar ik geloof dat er eigenlijk toch maar één keuze was. En dat was Neve de Sper. Ik geloof zelfs dat er helemaal niet nagedacht is over welke andere club dan ook. Waarom was er dan maar één keuze? Dat was één keuze. Prestatief was er één keuze. Er waren toch meer verenigingen? En waarom Neve de Sper dan? Die werden door ons niet serieus gezien. Die werden gewoon niet serieus gezien. Ik geloof dat er nooit gepraat is over welke andere vereniging ook. Het was Neve de Sper. Of in Els zou blijven spelen. Maar dat was natuurlijk erg moeilijk. We kwamen in de bos wonen nou, en dan lukt dat natuurlijk niet. Hè? En daarom zijn jullie nou weer hier, hè? En daarom zijn we nou weer hier. Bedankt. Oké. Maar ze hebben hun best gedaan. Ook die medewerkers achter de bar, hartelijk dank. En voor de serveersters die het allemaal gedaan hebben. Maar als u gaat klappen telkens, dan duurt het nog lang. Want ik ga ook bedanken de mensen van de feestcommissie. Ik ga bedanken de mensen van de seniorencommissie. Ik ga iedereen bedanken die ons hier een cadeau hebben aangeboden. Ik weet niet wat er in totaal allemaal in zit. Maar ik denk dat we deze zaal best aan de metamorfose kunnen onderwerpen. Dat komt best goed. Ik dank u allen voor de gelukwensen. Ik dank de sprekers van de Nederlandse Tafeltennisbond. Ook voor de onderscheiding die ik heb gekregen. Ik bedank de leden voor het cadeau dat zij de vereniging hebben aangeboden. Ik dank Villa Florien voor de hapjes die ze hebben aangeboden. En de sponsors van het boek, die bedank ik natuurlijk ook. Rest mij u te zeggen dat wij nog een tentoonstelling hebben ingericht van 50 jaar Neve de Sper. En dat moet u gezien hebben. En ook dat...